RKC tegen DSO 1 tegen 4. De Leidse ploeg nu in nog zwaardere degradatienood. Bart, jouw eerste reactie na deze tumultueuze middag? Ja, dat het wel een heel lastig verhaal wordt voor de rest van het seizoen. We staan nu op direct degradatie, dus het zal een lastig karwei worden om nog na competitie te halen. Ben je het met me eens als ik zeg dat je hier je verliest ruim uiteindelijk, maar compleet onnodig, want je hebt denk ik wel 10-100% kansen laten liggen. Nou, vooral eerste helft. Ik denk dat we speelden zelf ook niet heel goed. We speelden best wel slap, maar ik denk als we vijf keer scoren eerste helft, dat dat helemaal niet zo gek was. Twee keer op de paal, van de lijn. Nou, we nog een paar kopkansen, corners. En, zonder dat je 1-0 achterkomt in de rust. En dan ga je wat aanvallender spelen en na rust krijg je gelijk een rode kaart. En, ga je nog aanvallender spelen en dan wordt het wel een heel lastig verhaal. Dus ja, in principe er had misschien wel wat meer in gezeten. Maar het mocht niet zo zijn. Hè. Maar goed, ook na de 0-2, een behoorlijke fout van de keeper mogen we wel zeggen. Knok je dan toch weer terug in de wedstrijd. En dan lijkt het nog mogelijk om een punt te pakken, waardoor het beeld voor volgende week anders had geweest. We komen 2-1 uit de corner van Maaskant en dan geeft het toch nog een beetje hoop dat je 2-2 kan maken. Nou, we hebben niet echt een kans gekregen. Volgens mij was het een situatie of een strafschop of niet. Of die geeft of niet. Ik weet ook niet precies wat er aan de hand was. Maar verder hebben we niet echt 100% kans gehad op 2-2. En je geeft heel veel ruimte weg. Dus uiteindelijk als ze het goed uitspelen konden ze er nog een paar in schieten. Bij 1-3 is het natuurlijk over. Hoe heb jij de twee rode kaarten ervaren voor in eerste instantie Soufiane Boukidouz en later Michael de Rode? Ja, van Boukidouz was natuurlijk net naar rust. Dus de scheids gaf aan dat hij een slaande beweging had gemaakt. Dus... ja, ik heb het zelf ook niet gezien en het boekje dus geeft zelf ook aan dat het wel meeviel. Dus ja, misschien staat het op de camera, dat moeten we maar afwachten. Maar volgens mij gaf die speler zelf ook aan dat er niet heel veel aan de hand was. En de rode krijgt voor praten 2 keer geel. En dan weet je dat het helemaal moeilijk wordt met 9 man. Nou, ik heb voor deze wedstrijd nog in eigen hand om in ieder geval PD-voetbal nog te kunnen bewerkstelligen. Nu niet meer. Tot waar zijn de kansen geslonken, denk jij? Ja, die zijn wel heel klein geworden, denk ik. Volgens mij moet je zo volgende week tegen Haaglandia. Die zijn ook al na competitie hebben. Dus de kans dat die spelers gaan sparen en voor schorsing uitkijken is ook groot. Dus ja, je moet zelf winnen volgende week. Dan kan het nog, maar je hebt het niet meer in eigen hand. Dus het wordt een heel lastig verhaal nu. Je gaat GRC dus verlaten naar UVS met vrijwel zeker degradatie achter je naam. Ja, dat gaat er wel op lijken, ja. En dat is nooit leuk natuurlijk, maar ja, dat hebben we toch zelf bewerkstelligd. Waar denk je met name dat het knelpunt lag dit seizoen? Dus even los van deze wedstrijd. In het begin van het seizoen speelden we niet echt heel goed allemaal. Toen verloren we een paar wedstrijden kansloos. En daarna hebben we het op zich redelijk opgepakt. Hebben we echt goede wedstrijden gespeeld. Een paar wedstrijden hebben we dan een beetje pech verloren in de laatste minuut punten verspeeld. Nou, die komen ons nu misschien een beetje opbreken. En vorige week natuurlijk tegen Forum Sport was ook een soort off day van ons. Zaten we in de winning mood en... toen kwam het er niet helemaal uit en dat is volgens mij een beetje doorgewerkt naar deze wedstrijd ook. Ik wens je toch heel veel succes in Amsterdam volgende week. Het kan nog steeds, HBOK, ja. Maar er moet eigenlijk een wonder gebeuren. Ja, DSO moet verliezen en wij moeten winnen, dan hebben we het. Maar ja, de kans is klein, denk ik. Oké, dus, dank voor je tijd. Ja, alsjeblieft. We staan hier met Dennis Olman vlak na de wedstrijd tegen DSO. Een 1-4 nederlaag. Ja, simpele vraag eigenlijk. Dennis, jouw eerste gevoel over vanmiddag? Teleurgesteld, maar met name in het doen en laten van een aantal jongens. Ja, goed. Ik heb nog nooit meegemaakt dat je zo'n belangrijke wedstrijd met 5 tegen 11 gaat winnen. Dus enorm teleurgesteld. Maar waar zit dan met name die grootste teleurstelling? Het feit dat ze elkaar hebben laten versuipen. In momenten waar we vanaf gesproken hadden van joh, met name de dieptebal eruit te halen. Ja, dat is het enige waar DSO enigszins op kan voetballen. Ja, als je die eerste goal ziet, is het gewoon belachelijk hoe we daar uitstappen. Maar het is sowieso belachelijk hoe een aantal denken een wedstrijd in te moeten gaan. Nou ja, goed, er speelt er genoeg hier binnen de club en dat weet iedereen. Ja, goed, op een gegeven moment zijn ook je troeven een beetje uitgespeeld, hè, om een groep nog te motiveren. Ja, je geeft eigenlijk de eerste twee goals op een presenteerblaadje. Totaal onnodig, terwijl je eigenlijk al zelf misschien 4-5 goals moet maken op dat moment. Maar dan de 2 rode kaarten. In deze situatie niet bepaald slim, denk ik. Wat heb jij zelf gezien? Nou, voor mij een totale verrassing. De eerste snapte ik al helemaal niks van. Volgens mij heeft hij gezegd dat er geslagen is of zo. Ik heb dat niet gezien, ik weet dat niet. En de tweede, hij zal wel weer wat geroepen hebben.
denk ik dat is een routinier die al geel op zak heeft. Als je de hele wedstrijd bekijkt, zonder nou iemand de schuld te geven ervan. Maar zijn we ook niet gelukkig geweest met de leiding. Ik had ook het idee dat hij de rode ook nog wel liep te zoeken. Maar ja goed, dan moet je slimmer zijn. En dan, ja, joh, als we er zo mee omgaan, zo makkelijk rode kaarten pakken. En je moet ook nog met z'n negenen. En dan houdt het toch op. Ik bedoel, je kan voorbereiden wat je wil. Je kan proberen te motiveren wat je wil. Maar ja, het is gewoon geen woorden voor. Maar GFC doet zichzelf vanmiddag eigenlijk toch grotendeels zichzelf de das om. Kijk, als je de eerste helft bekijkt, dan klopt het wat je zegt. Hoe matig je ook speelt, moet je denk ik gewoon 4-5 goals maken. Ik geloof dat je 3 keer de paal of lat raakt. 2 keer 1-op-1 met de keeper. Nou, dat is dan al, oké, dat zit dan niet lekker. Dan kom je toch 1-0 achter. Nou ja, goed, dan probeer je in de rust aan te geven. Van, joh, ten eerste, als je wat sneller uitstapt en druk geeft op hun laatste linie, die kansen blijven wel komen. Ja, goed, als je dan, weet ik veel hoe lang, 5 minuten bezig bent of 10 en er pakt er alweer een rode kaart. Nou ja, dan hoeft het nog geen probleem te zijn. Krijg je volgens mij hier de kans met Rutte. En als dan de volgende ook van het veld gestuurd wordt. Ik snap alleen niet, kijk bij die tweede goal, die gozer loopt gewoon 6 meter buiten spel. En dan moet je wachten als grensrechter om te vlaggen. Maar als dan vervolgens diezelfde gozer die bal voorbij een keeper kopt, ja, dan is het volgens mij nog steeds buitenspel. Ja, dat is een breekpunt. Maar dat neemt niet weg dat we elkaar hebben laten verzuipen gewoon. En in alle eerlijkheid, dat laatste is zeker niet voor het eerst dit seizoen. Nee, nou ja, goed, daar zit voor mij ook de grootste teleurstelling. Weet je, wat er ook allemaal gaande is binnen een club en wat er ook gebeurt in een seizoen. Ik had echt de hoop. Dat we als groep bij elkaar zouden blijven. Strijden tot het bittere eind. En dan met je hoofd omhoog de eerste klasse verlaten. Hè, waar we toch 4 jaar in hebben mogen spelen als GAC zijnde. Dat snap ik gewoon niet. Daar zit voor mij de grootste teleurstelling. Dat ze dat niet op een waardige manier afsluiten. Want na vandaag is het misschien wel het slotstuk. Uiteraard, je hebt nog 1 wedstrijd. Maar je hebt het niet meer in eigen hand. En ja, als ik zo een beetje de stemming proef. Dan lijkt het gedaan na vanmiddag. Yo, ik zou je eerlijk zeggen, als het aan mij ligt, stellen we het tweede op volgende week. Korte pijn is geen pijn. En dan ben ik er vanaf. Toch bedankt voor je duidelijke verhaal, Dennis. Graag gedaan.